Hallo reviewvrienden, hoe is ie daar? Hier is ie goed. En dat is mooi, ik hoop daar ook. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Ahmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken, want we willen weten wat er nou toch weer is. Niet slecht, hè? En nee, hè? Vegetarisch beleg. Heb ik iets tegen vegetarisch eten? Het antwoord daarop is nee. Ik heb meestal wel wat tegen vegetariërs. Want dat zijn namelijk vaak onuitstaanbare mensen. Ze gaan namelijk tegen jou vertellen dat je een moordenaar bent omdat je een kippenboutje eet. Of omdat je een stukje, weet ik veel, koe of varken naar binnen schrokt. En dan kijken ze je zo aan, zo. Oeh, weet je wel dat dat dier ook heeft geleefd? Die is vermoord. Speciaal omdat jij zo nodig had moeten opeten. Ik vind dat niet zo fijn. Ik zeg niet dat je een slecht mens bent, maar je bent het wel. Dat zijn mensen, ik weet het niet, ik hou er niet zo van. Ik zeg altijd, eet lekker waar je wel zin in hebt, of eet lekker waar je niet zin in hebt. Doe ik ook. Maar laat me met rust. Hè? Dankjewel. Nou, nu heb ik dus natuurlijk een puberdochter, die tegenwoordig ook vegetariër is, want dat hoort erbij. Allemaal goed, allemaal leuk en aardig. Ik deed ook rare dingen toen ik 13 was. Dat was dan weliswaar met meisjes, maar... Maar dat doet er niet toe, dus ik hou er tegenwoordig rekening mee. Ik stop niet overal meer vlees in, ietsje meer vis. En ik maak ook vegetarische gerechten voor haar. Uit liefde, uit vaderliefde. Vind ik het leuk? Nee. Vind ik het onzin? Ja. Mijn moeder is ook mee begonnen, die eet alleen nog maar kip. Voor de rest eet ze ook allemaal niks meer. Dus ik word een beetje omringd zo langzamerhand met mensen die zeggen... Vegetarisch eten, dat is echt heel fijn. Geloof er geen moer van. Want de meeste mensen die kunnen niet koken, dan krijgen ze gewoon een stronk van dijvie en dat is het dan. Nou, daar wordt oom Jan niet blij van, hè? Doe er verdomme nog wat spekjes en worst bij. Of een hakballetje. Ja. Deze toet komt niet alleen maar van aubergines, kan ik je vertellen. Enfin, de vegetarische slager. Hartstikke leuk concept. Volgens mij is dat opgericht door een man die heel hoog was. In de Partij van de Dieren. Volgens mij was het zelfs de man van de vorige fractievoorzitter Marianne Thieme. Die is hier multimiljonair geworden. En die schreeuwde van de daken dat mensen moesten stoppen met vlees eten. En dat alles diervriendelijk moest zijn. En toen heeft hij uiteindelijk deze hele toko verkocht. Voor miljoenen aan Unilever. Je weet wel dat bedrijf. Wat helemaal niet diervriendelijk is. Omdat ze gewoon centjes willen verdienen. Maar zo zie je altijd maar. Dat links lullen, rechts vullen. Maar goed, we zitten wel opgescheept met die vegetarische rotsen van die kerel. De vegetarische slager. Nou, hier hebben we kipworst. Dubbele irritatie. Worst is namelijk gemaakt van vlees en dat is dit niet. En kip is gemaakt van kip en dat is dit ook niet. Dus hier staat gewoon 2 keer lulkoek op. Dit is gewoon vegetarisch rondje. De oud-Hollands schipboterhammenworst. Wie kent hem niet? Ik kreeg er vroeger mee op het boterhammetje. Eigenlijk was dat geloof ik altijd gewoon een beetje afvalvlees. Want het was eigenlijk meer vet en zout dan dat je iets anders maakte. Maar dat hebben ze daar ook gemaakt. En Spaanse worst, omdat ze chorizo niet kunnen uitspreken bij de vegetarische slager waarschijnlijk. Ik weet nu al dat deze het meest smaakt, want hier is natuurlijk heel veel peper en knoflook in. En daarmee maak je ook een 100-rolletje lekker. Of tenminste, smaakvol. De meeste van die vegetarische dingen zijn gewoon niet te bikken. De grap is natuurlijk... Hier zit ik bij de kipworst te kijken. 75% sojastructuur. 68% sojastructuur. En hier zit dan 74% sojastructuur in. En de lol is, deze mensen die lullen de hele dag over dat je geen kippen mag eten. Want dat is zielig voor de kip. Maar voor al die soja die ze in al die vegetarische shit moeten gooien. Kappen ze het halve oerwoud van Borneo. Vinden de aapjes daar ook niet zo heel erg leuk. Maar goed, je voelt je goed. Hè? Lekker goed. Je deugt. Oh, en wat daar gebeurt, ja. Maar voordat dit één groot politiek zeikverhaal wordt, gaan we even terug waarvoor dit bedoeld is. De Reviews. Jan Reviews. Wat vind ik ervan? Laten we gaan proeven. Nou, de frisse bewaren ik voor het laatst, anders proef ik helemaal niks meer. Dus ik doe eerst de boterhammenworst, dan de kipworst en dan de chorizo, wat ze Spaanse worst noemen. Nou, boterhammenworst. Ruikt naar... Ja, ik zou niet eens weten waar het naar ruikt. Het zweet. Dat is altijd zo. Die vegetarische meuk ligt altijd te zweten in een pakje. Vreemd, hè? Het ruikt eigenlijk meer naar champignon. Jezus, het is kletsnat. En wat zit er eigenlijk nog meer in dan soja? Ja, verdikkingsmiddelen, rode bietensap, aalbes, Johannesbrood, pitmeel. Nou, in ieder geval, oh, kijk eens even. Ja, als je hard trekt gaat die stuk. Maar daarvoor lijkt het een stuk op plastic. Smaakt het wel naar boterhamworst? Dat is de vraag. En daar is het antwoord op. Nee. Het zou wel de structuur van boterhamworst kunnen hebben, want dat smaakt. Of dat tenminste, dat kauw je ook zo weg, dat is ook in elkaar geplakt. Heeft niks met boterham en worst te maken. Het is een beetje zout. Heel ergens proef je wat peper. En voor de rest is het een soort smakeloze, plastic zwetende hap. Ik zou wel egoïstisch zijn, maar ik eet toch liever een dood dier dan iets wat niet lekker is. But who am I? De kipworst zonder kip. Overigens zit ik me af te vragen, is worst nou speciaal bedoeld voor iets met vlees? Je kan natuurlijk ook gewoon, je kan natuurlijk wel vegetarische worst maken. Een worst is eigenlijk... Godver... Jezus, komt daar een lucht vanaf? Een worst is eigenlijk gewoon... zeggen hoe je iets maakt, hè? Hoe dat in elkaar zit, de vorm, dat is een worst. Dus eigenlijk kan je wel gewoon vegetarische worst hebben. Dat is een beetje, wat ik net zei, is een beetje een lulverhaal. Maar iets kip noemen waar geen kip in zit, dat is dan wel weer vervelend. Nou, dit is dan de kip. Die ligt ook lekker uitgebreid te zweten in zijn bakkie. Er zit natuurlijk ook allemaal lekker soja in. Dat is zogenaamd ongelooflijk goed voor het milieu en de natuur, wat niet waar is. Een soort biomassacentrale, alleen dan in je bekkie. En dit is dan kip. En hier komt de geur vanaf van een kattenbak die verschoond moet worden. Hoe komen mensen dan bij om dit kip te noemen? Hè? Oh. Dat snap ik wel. Het stinkt. Maar het heeft de structuur van kip. En je wil niet helemaal geloven. Het smaakt eigenlijk ook een kip. Waar de boterhammenworst gewoon plastic, hard en ja, verschrikkelijk niet smaakvol is, is de kipworst eigenlijk gewoon wel smaakvolle kipworst. Je maakt wat mee, je maakt wat mee. Deze is gewoon lang niet vies. De kipworst van de vegetarische slager zou zo door kunnen voor kipworst van de gewone slager. Over naar de Spaanse worst. Helemaal overgevlogen uit een fabriek in Nederland. Ja. Peper, knoflook. Ziet er zelfs een beetje uit als chorizo. En het smaakt naar... Oh, dit dondert dan weer uit elkaar. Ze hebben eigenlijk gewoon die structuur van die kipworst gepakt. En... heel veel peper. Niet zoveel knoflook. En het smaakt uitermate goor. Als je dit aan een Spanjaard geeft, dan zegt hij: wat de fuck is dit? Tenminste, op zijn Spaans dan. Dan zeggen we: dat is Spaanse worst. Dan zegt hij: weet je wat je kan doen? Steek deze Spaanse worst maar even lekker waar de zon schijnt. De Spaanse worst smaakt alsof je dus zo'n stuk hout, wat niet helemaal is afgefikt in de open haard, dat je die pakt en dat je daar aan gaat likken. Zo smaakt het. Het is heel vies en ook pittig. Nee, het is echt niet lekker. Verschrikkelijk. Tijd voor de cijfertjes. En eigenlijk valt er één ding op. Er is gewoon één ding lekker. Ja. Boterhamworst niet lekker. Spaanse worst niet lekker. Kipworst heel lekker. De vegetarische boterhamworst smaakt niet naar boterhamworst. Het smaakt eigenlijk niet naar worst. Het smaakt naar een rondje plastic. De geur is niet lekker. De smaak is nou, eigenlijk verwaarloosbaar. Dit slaat helemaal nergens op. Dit is een wanproduct. Als je dus graag een principieel niet vlees wil eten, dat kan. Maar als je dit eet, ben je gewoon een smakeloze hefter. Ik zou zeggen, niet doen. Dit is een 2. De Spaanse worst is niet heel veel beter, maar er zit wel in ieder geval smaak aan. Wat ze bij de boterhammenworst vergeten zijn, gewoon totaal vergeten, zit hier wel smaak aan. Deze is pittig, maar ook heel vies. Die krijgt een 4. En dit was een beetje raar, want ik was eigenlijk natuurlijk van plan om het allemaal af te zeiken. Want ik hou er natuurlijk niet van dit soort types. Maar de kipworst smaakt naar kip. Heeft een kipstructuur en is gewoon lekker. Ja, het spijt me. Deze is gewoon lekker. En dat vind ik toch wel weer knap. Want het is niet gemaakt van kip, maar van soja. Dus de kipworst, die krijgt van mij dan weer een 7. Ja, hey, ik ben gewoon eerlijk. Zo is het. Zo is het. Zo, nu even lekker plakje worst bij de slager halen. Ja, nou, dag.